In de cursus heb je stap voor stap geleerd hoe je op een veilige en hygiënische manier de transitprocedure moet doorlopen. In deze video herhalen we deze stappen graag voor je, zodat je goed voorbereid het examen ingaat. Zoals we in de cursus hebben behandeld, begin je met het controleren van alle materialen in en rondom de decontaminatieunit. Te beginnen met je persoonlijke beschermingsmiddelen. Deze bestaan uit je masker, een aanblaasunit, een P3-filter, een wegwerp-overall en je ondergoedset. Je handschoenen en je tonnetje met je laarzen. Het masker en de aanblaasunit moeten gekeurd zijn. Deze keuring wordt eens per jaar uitgevoerd door een keuringsinstantie. Hiervoor wordt een keuringscertificaat afgegeven. Voordat je verder gaat met de handelingen, check je het keuringscertificaat. Komen de serienummers van zowel het masker als de aanblaasunit overeen met de nummers op de apparatuur? Zorg er ook voor dat de huidige datum en de datum van de volgende keuring kloppen op het certificaat. Met een goedgekeurde fittest kun je het masker uitzoeken dat bij jou hoort. Controleer het masker hiervoor op het model en de maat. Controleer daarna het masker op vuil, breuken en scheuren. Je inspecteert het vizier, de randjes rondom het vizier, de schroefdraad en het ventiel, of het spreekgedeelte schoon is, de hoofdbanden, de binnenkant van het masker, de aanwezigheid van de ventielen in het binnenmasker en of het spreekmembraan schoon is. Controleer de aanblaasunit op vuil, defecten, scheuren en breuken. Check ook de schroefdraad voor de slang, de schroefdraad voor de filters, het afsluitrubber voor het oplaadsysteem en de afsluitring die de motor vasthoudt. Controleer aan de achterzijde van de riem de aanblaasunit op vuil. Bekijk of de riem schoon is en de sluiting goed functioneert. Controleer de slang op vuil, gaatjes en scheuren. Controleer ook de schroefdraad van de slang. Controleer of het P3-filter in een gesloten verpakking zit. Verwijder de verpakking en controleer het filter op het CE-keurmerk, de houdbaarheidsdatum, en of het een P3-filter is. Plaats de filters op de aanblaasunit. Hierna kun je de flow-test uitvoeren. Let er hierbij op dat de aanblaasunit minimaal 120 liter per minuut aan lucht moet geven. Dit wordt aangegeven met de letter A. Het cijfer 0 is leeg en 9 is vol. Met de letter P wordt de weerstand van de filters aangegeven. Met de cijfers 0 tot en met 8. 8 is een schone filter. Daarna plaats je de oranje afdichtkappen op de filters. Deze zijn voorzien van de A-sticker. Kijk ook goed of de oranje afdekkappen schoon zijn. Controleer nu de wegwerp overal. Is het een categorie 3, type 5 en 6 en CE gekeurd? Controleer op de label of de gegevens overeenkomen met die op de verpakking. Check daarnaast de mouwen, broekspijpen en de aanwezigheid van elastieken, capuchon en bekijk de ritssluiting. Kijk of je geen scheuren of defecte stiknaden ziet. Wanneer je alle beschermingsmiddelen hebt gecontroleerd, kun je verder met de handelingen in de schone ruimte van de decontaminatieunit. In de schone ruimte trek je je kleding uit. Hier trek je een ondergoedset en een wegwerpoverall aan. De aanblaasunit hang je om je middel. Loop naar de transitiesluis met je handschoenen en het tonnetje met je laarzen. Voordat je de transitsluis betreedt, zet je het masker op, trek je de banden aan en doe je de paslektest, waarbij je je hand voor de inlaat houdt.
Adem een keer diep in. Schakel de aanblaasunit in en verwijder de oranje afdichtkappen. Sluit de slang op de aanblaasunit aan op het masker. Doe hierna de capuchon op. En zorg ervoor dat alle bandjes in de capuchon zitten. Ga de schone ruimte van de transitsluis in. En laat daar de transit overal, de slippers en de oranje afdichtkappen achter. Loop dan door naar de vuile ruimte van de transitsluis. Controleer of er een emmer met water en een doek staat. Deze heb je op de terugweg nodig om je handen en je masker mee te wassen. Kijk ook of er een afvalzak hangt. Trek daarna je handschoenen aan en tape deze af. Trek de overall over je handschoenen en plak het vast met tape. Doe hetzelfde met de laarzen. Wanneer alles in orde is, loop je door naar het werkgebied en kun je aan het werk. Als je klaar bent met je werkzaamheden in het werkgebied, reinig je jezelf met een stofzuiger voordat je de vuile ruimte van de decontaminatieunit betreedt. En plak de stofzuiger af met tape en zet deze daarna uit. In de vuile ruimte trek je vervolgens je laarzen uit, die je plat op de grond legt. Bij de laatste shift stop je ze in het tonnetje en neem je ze mee in de procedure. Hier trek je ook je werkoverall en je handschoenen uit. Die gaan in de afvalzak. Je houdt hierna je ondergoedset aan, je masker op en ook de aanblaasunit blijft aan. Pak de doek die in de emmer met water ligt. Was hiermee je masker, slang en aanblaasunit en ook je handen. Als je je tonnetje met laarzen bij je hebt, was je deze ook af. In de schone ruimte van de transitsluis trek je je blauwe overall over alles heen aan. Zorg ervoor dat de oranje afdichtkappen ook in de overall zitten. Klem deze tussen de filters. Zet de capuchon op. En trek je slippers aan. Klop op de deur zodat de DTA weet dat je klaar bent. Hij begeleidt jou daarna naar buiten. In de vuile ruimte trek je je overall en onderbroek uit. Je overall en onderbroek gaan in de afvalzak. Je houdt je masker op en de aanblaasunit blijft aan. Je slippers mag je meenemen naar de doucheruimte. Als je tonnetje mee is gegaan, neem je deze ook mee naar de doucheruimte. Daar spoel je eerst jezelf af, terwijl je je masker nog op hebt. Spoel het tonnetje en de oranje afdichtkappen af. Je spoelt daarna je masker, de slang en de behuizing van de aanblaasunit af. Daarna bevochtig je het filter en zet je de motor uit. Nadat je het P3-filter uit de aanblaasunit hebt gedraaid, gooi je het filter in de emmer met water. Pas hierna mag je het masker afzetten en spoel je jezelf, de aanblaasunit en het masker nog eens grondig af. Als je alles goed hebt gereinigd, loop je door naar de schone ruimte. Hier droog je af en trek je je eigen kleding weer aan. Vergeet niet je masker, de aanblaasunit, je tonnetje en de oranje afdichtkappen af te drogen en te controleren. Loop daarna de decontaminatie uit. Je aanblaasunit kun je tenslotte weer aan de oplader leggen. Dit waren de stappen die behoren tot de transitprocedure. Kijk voor ons complete aanbod aan trainingen op www.sgssearchopleidingen.nl.